Vandaag stellen wij u eerste deel van Nieuw-Hoogkaterijnen aan u voor, namelijk de Vredenburg. En daar zijn wij ongelooflijk trots op. December 2009 zijn de bouwactiviteiten aangevangen. En het duurt nog 10 jaar en in 2019 zal heel Hoogkaterijnen helemaal vernieuwd zijn. En we weten allemaal dat Utrecht een hele mooie binnenstad heeft. Een fantastische binnenstad. En we weten ook allemaal dat Hoogkaterijnen een heel goed functionerend winkelcentrum is. Maar ja, er moet wat gebeuren en we willen het graag nog beter maken. Het stationsgebied wordt opgeknapt, dat verdient Utrecht. En wij gaan Hoogkaterijnen ook helemaal vernieuwen. We gaan het klaarmaken voor de toekomst. Wat wij graag willen is plekken creëren waar mensen graag naartoe komen. Dat zal jullie allemaal niet vreemd in de oren klinken. Het gaat om meer dan alleen winkelen. Wij willen plekken creëren waar mensen graag naartoe komen. Enkel en alleen omdat ze er graag willen zijn. En ik ben ervan overtuigd dat dit ook zo'n plek wordt. Dit wordt ook zo'n plek omdat Hoogkaterijnen naadloze verbinding heeft met de binnenstad, met Vredenburgplein, met een fantastische Vredenburggebouw, met daarin al die fantastische nieuwe winkels. Denk aan Sting, Zara, Polarno Piret gaat binnenkort open. En ik mag jullie vertellen dat Starbucks ook binnenkort open gaat. En dan is Vredenburg helemaal verhuurd. De Dwangburg, daarvoor stond er nog een klooster. We hebben hier ook een schouwburg gehad. We hebben een jaarbeurs hier gehad. We hebben de onvergetelijke poffertjeskamer hier gehad. En nu hebben we het herstel van de Vredenburg hier opnieuw. In een proces, in een verbetering, een versterking, het verbinden, herstellen en betekenis geven van ons stationsgebied in de stad Utrecht. Een hele operatie waar heel veel mensen heel veel energie, heel veel toewijding en heel veel visie in kwijt kunnen. En nu staan we echt op het punt om het eerste gebouw, de Vredenburg, daarvan terug te geven aan de stad. En dat vind ik een heel memorabel moment. We hebben heel veel tijd gestoken in de voorbereidingen aan die herstellen, verbinden en betekenis geven van ons stationsgebied. Zodat dat een echte verbinding gaat worden met de oude binnenstad en met de nieuwe stad aan de westzijde. Leidse Rijn die daar komt te liggen. Maar die betekenis die we hier nu kunnen vieren, zichtbaar in stenen, zichtbaar in historie in de fietsenkelder, ga absoluut dat bekijken. Dat is een enorm mooie klus geweest en blijkbaar waren er nog wat stenen over die u zelfs nog vanavond mee naar huis kan nemen. Maar dit is het begin van het verder teruggeven van het stationsgebied aan de Utrechter.